Bij de allereerste uitzending van Breuk op de Weg. Vandaag zijn we op bezoek bij de Sassenstraat. Hier zijn afgelopen maart de herinrichtingswerkzaamheden begonnen en zoals je ziet ligt de straat er niet echt florissant bij. Er wordt hier gewerkt aan een nieuw gemeentelijk riool en er wordt gezorgd voor nieuwe bestrating. Maar dat is niet het enige wat hier gaat gebeuren in de binnenstad. Als het aan de gemeente ligt, wordt de hele binnenstad helemaal autovrij. Maar het betaald parkeren verdwijnt wel uit de Sassenstraat. Halverwege mei wordt daarnaast ook nog de rijrichting van de Sassenstraat omgedraaid. Dit betekent dat u straks alleen nog maar de stad uit kunt en er niet meer in. Van op dat moment kunt u niet meer door de prachtige Sassenpoort de binnenstad inrijden. De Sassenpoort zou geheel worden afgesloten voor auto's en wordt daarmee een vormstuk voor de stadspoort. Eind juli hoopt de gemeente klaar te zijn met de werkzaamheden rond de Sassenstraat. Tot die tijd zult u omgeleid worden en wordt u als fietser verzocht om een andere route te nemen. Bedrijven en panden in de Sassenstraat kunt u natuurlijk nog gewoon te voet bereiken. Dit was hem weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en zorg ervoor dat u goed op de bewoning bent.